Ik ga een corona zelftest doen. Ik moet voor school, nou ja, moet niet. Ik mag voor school een zelftest doen, twee keer in de week volgens mij. Dan krijg je, we hebben vandaag 4 zelftesten gekregen, dus kan ik echt 2 weken mee door. Dan ga ik kijken of ik corona heb. Wat nou zo raak je met de corona, hè? Dan weten we dat ook weer. Ja, ik moet eerst mijn neus snijden. Ik kan met de camera uitdoen, want het is echt heel ongemakkelijk. Als het moet. Ik vind het fijn als je gewoon je neus snijdt. Nee, ik wil je hem uitdoen. Om mijn neus snijden. Nou, 2. Open de doos en haal alle onderdelen uit de verpakking. Leg deze op een schoon oppervlakte. Oké, scheur het zakje open en haal de cassette eruit. Het is orange. En dan gebruik de test binnen een uur. Oh, zullen we het nu gebruiken? Verwijder de dop. Ik moet het dopje eraf halen. Gewoon hier inzetten. Dan haal het wattenstaafje uit de verpakking. Ik heb een neusgat stoppen. Ik duw het wattenstaafje in 1 neusgat ongeveer. Weerstand van vrij. Draai 5 keer. En daarna moet hij daarin en dan kan ik hem afbreken. Lekker. Wat moet ik dan doen? Dan moet hier in. Duw het wattenstaafje in de buitenkant en draai tenminste 6 keer rond. Laat het wattenstaafje 1 minuut zitten. Oké. Okay. Het is een niet hele prettige ervaring. Even een timer van 1 minuut. Stop. Oké. Okay. Dan haal zoveel mogelijk voedselstof uit het wattenstaafje. Moet ik deze erop. Dan moet ik hem hierin laten druppelen. Hoeveel? Voorzichtig, 4 druppels. Okay. En nu gaat hij. Nu moet ik een kwartier wachten. Een kwartier? Ja. Ja, ga je kwartier zo staan? Nee. En wanneer weten we dan wanneer het kwartier. Je moet kwartier instellen op je telefoon? Nee, want je ziet vanzelf zo'n lijntje staan. Wat voor lijntje? Of je positief of negatief bent. Maar je moet toch een kwartier wachten? Nee. Dat zeg jij? Ja. Maar nou, kwartier wachten of niet? Ja. Je hebt een T en een C en er staat bij mij een streep bij de C, alleen bij de C, dus dat betekent dat ik negatief ben. En wat zou je als je bij de T hebt? Maar ik moet nog wel heel even wachten, want het kan ook zijn dat er bij de T een dicht streepje komt te staan. En wat betekent als je T hebt? Ja, dat weet ik niet, dat staat er niet. Dat is dan onhandig, dan weet je nog niet wanneer je, wanneer heb je dan corona? Als er bij ze allebei een streepje komt te staan, kijk, staat hier, staat zo'n dingetje. Dus we moeten eerst nog wachten, want misschien komt er een streepje bij. Oh, zo moet ik. Doe allemaal. Oké. Oh, zo. CT. COVID-19. Ik snap er niks van. Nog een keer doen. Negatief, positief. Allemaal positief. Ja. Dan kan je zoveel verschillende uitslagen krijgen als die positief is. Ja. Oké. Nou, prachtig. We wachten een kwartier. Zeg maar dat je even omgekleed hebt voor stal. Ik heb me even omgekleed voor stal en er is uitgekomen dat ik negatief ben. Laat even zien. Ja. Ja, meer heb ik niet te zeggen. Superleuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Nou ja, superleuk. Dat is het niet echt. Mama is vanmorgen weggegaan samen met Rick naar Zwitserland en Duitsland. Om daar Bella op te halen. Want Bella die komt hier een maandje heen in de zomervakantie. Nu zijn ze weggegaan en was er gisteren nog helemaal niks aan de hand. Maar Verona die heeft een dik been. Daar. En misschien dat ik het van Peter kan laten zien. Kijk. Oeh, niet vallen. Dan is dit haar dikke been. En dat is het normale been. Dus dat is natuurlijk niet helemaal goed. Ze wil wel nog eten, dus dat is wel helemaal top. Daan die heeft foto's gestuurd naar de dierenarts. En dan gaan we nu maar even afwachten wat er gaat gebeuren. Het is inmiddels een tijdje later. Margriet is geweest en tadadadada. Ze is ge-EHBO'd. Ze heeft ook antibiotica, vochtopnemers. Vocht wat? Pijndrivers. Vochtafdrijvers gekregen en pijnstilling.
En morgenochtend komt ze dan terug, krijgt ze weer antibiotica en ik moet haar metacam geven. En ja, nu ga ik Blondie opzadelen en rijden. Jessie, ik heb hier een weilandje gevonden zo in het Duitsland. Eventjes, ze even loskomen, even de ding kan doen. Want die zit ook al sinds 6 uur in de auto. Nou, zit ze daar helemaal niet mee. Want zij doet gewoon slapen op de rug. Dat was het. Beetje drinken af en toe. Beetje eten. Dus nou, ik ga maar weer richting auto. En dan hoop ik dat het beter gaat dan de afgelopen tijd. Rick is proberen de sensor schoon te maken en dat hij het dan weer doet. Het is inmiddels een tijdje later. Met corona gaat het wel oké, denk ik. Een soort van. Met mij gaat het ook goed. Ik heb net les gehad samen met Blondie. Het is sneakheet. Maar ook net les samen met haar gehad. Het ging echt heel erg goed. Ik had niet kunnen filmen, want er reden mensen in de bak. Er was niemand om te kunnen filmen en allemaal dat soort dingen. Auw. Het is nu 3 uur of zo. Ja, het is nu 3 uur. Ik blijf hier tot 6 uur ongeveer. Ik ga denk ik nog even kijken of ik de paarden op de wei kan zetten misschien. Ik wil ook nog even Chino doen, de hapjes geven. Dan moet ik Vrona koelen en Meta kan geven. Blijf je gewoon liggen? Ja, dat kan. Blondie blijft volgens mij gewoon liggen. Ga jij eens aan? Oh, dat niet. Prank. Nou, inmiddels in Kletskou. Trailer staat klaar. Bel hebben jullie gezien. Morgen gaan we gelijk weer rijden. We hebben vandaag ruim 14 uur over gedaan. Dus morgen vroeg maar vertrekken. Dus ja, meer dan dit kan ik niet laten zien. Het is vandaag zondag en hier samen met Blondie. Moeders is nog steeds in Duitsland ergens met Bella op dit moment, als het goed is. Even Jess uitlaten. Ga maar. Kijk. Gaan we zo Bella halen en dan gaan we naar huis. Ja, ik ben op stal. Ik had vandaag de GoPro meegenomen. Helemaal top. Accu leeg. Ik heb denk ik 2 minuutjes opgenomen met de GoPro. Over hoe kankend ze was. Nou, dat ja, top. Dus ik ben nu weer met mijn telefoon aan het filmen. Vandaag moet ik allemaal dingetjes gaan doen. Ja, eerst natuurlijk Blondie rijden. Dus dat ga ik nu doen. Daarna ga ik Bella kijken waar ze moeten staan. Voerkaartje regelen. Voer regelen, want Bella is 100 kilo te zwaar. Niet dat dat heel erg, nou ja, dat is oké, het is wel erg, maar dat gaat allemaal goed komen. Die komt hier voor een maandje staan. We zijn hier als het goed is om 7 uur en het is nu 2 uur. Dus ik heb nog 5 uurtjes om alles te regelen. Bella gaat natuurlijk ook gewoon weer op de oerbalans. Met Vrona, haar been gaat hartstikke goed. Ik mag vanmiddag het verband eraf halen en koelen en 10 minuutjes stappen. Oh ja, is dus bij de bak. Kan je nu niet meer via de zijkant erin. Maar naast de A zit nu een dingetje. Heel raar, want ik ben gewend dat we daar. Kijk. Daar. Ho. Halt. Kijk, hier. Hier moeten we nu in plaats van daar. Heel logisch. Maar ja, dat dus. Nou, ik ga even lekker rijden met met Blondie. Het is kapot heet. Het zweet zat op mijn voorhoofd en op mijn neus. But I have made it. Ik heb zonder zadel en met zadel gereden. Ging hartstikke goed.
Ik heb een half uurtje gereden. Gisteren hebben we natuurlijk een uurtje best wel intensief gedaan. Vandaag een half uurtje wel intensief, maar iets minder. En het is natuurlijk ook heel warm. Kijk hoe warm het is. Het is 24 graden, jongens. En dan met de volle zon wordt het 7. Ja, oké, het is echt heet. Dus dat. Now I'm going to uitstap. De tijd is aangebroken. Oh, er komen precies dan mensen. Dat ik bij Vrootje ben en dat het taper af moet. Dus we gaan het taper afhalen. Oh, ik niet dat. Ik haal het s'avonds op, misschien nog. Zo. Ook mijn poep in beeld. Oh, het is heel warm dit te voelen. Ja, ik kan niet met jou stappen met deze laarzen, want dan loop ik blaren. Volgens mij is jouw been gewoon weer normaal. Nu mag je even zo blijven staan. Dan ruim ik even snel mijn kastje op. Dan ga ik met je stappen. Nou, dat was deze update. Ik ga even weer verder met deze rotzooi. Nou ja, rotzooi. Kijk, ik heb dit al opgeruimd. Er zitten hier spullen in. Blauw zitten spullen in die ik vaak gebruik. Daaronder zitten in de roze zitten spullen die ik bijna nooit gebruik. Dan die spullen zijn de spullen die ik heel vaak gebruik. Mijn tondeuzen en extra tondeuzen spullen. Dan beddenbakje en dan daar peeskappen. Dan heb ik daar ook extra borstels die ik niet meer gebruik. Die gaan naar de manegeponies. En dan dat. Dat ga ik nog even weggooien. Ik ben echt in opruimmodus. Maar ze hebben dus weer wat vertraging. Want ze moeten nu nog 4 à 5 uur. Dus ze zijn hier rond 8, 9 uur. En ik blijf tot zo lang te beneden. En het is nu 10 voor 5. Kleine update over mama en Rick. Die zijn op dit moment in Keulen. Dat is ergens in Duitsland. En dat is blijkbaar nog heel lang rijden. Ik ga even op Waze kijken hoe ver het vanaf hier naar Keulen is. En dan weet ik het misschien iets beter. Want natuurlijk door de overstromingen en zo zijn alle wegen, nou ja, alle wegen zijn de meeste wegen afgesloten. Want sommige stukken wegen zijn ook weggespoeld en van dat soort dingen. Dus ik ga even snel kijken. Ze zeggen dat het nog 3 uur is, dus vanaf de manege naar Keulen. Nou ja, dat zegt Wees. Dus ik denk dat ze ongeveer nog 4 uurtjes over doen. Dus dan zijn ze hier rond 8 uur. Want het is nu 4:15. Ze zijn hier denk ik rond 8, 9 uur. Hi! Hallo liefie, ga je mee? Allemaal babystapjes. Nee, dat is duidelijk. Je ziet ook huis onder water staan. Jeetje. Het is inmiddels 8:15. Ik zei dat ze nu zouden aankomen. Nou, dat is dus niet zo. Ze komen over 20 minuutjes. 10, 20 minuutjes. Ze zijn nu in Rotterdam. En ze moeten naar Den Haag in de buurt. Dus dat zijn ze vrijwel heel snel. Blondie. Dus nu ga ik even mijn telefoon opladen. En dan komt zo belletje. Oké, ik was mijn telefoon aan het opladen en ik zie ineens iets en vooral naar haar been. Ik dacht even, ik pak gewoon gelijk mijn telefoon erbij en laat het even zien. Want ik weet ook niet of het goed is wat ik zag of... Oh, ik zie het wondje! Ik zie het wondje waardoor het allemaal is gekomen. Ik ga het laten zien. There we got her! You stupid! Hier zit alsmaar ook een wondje. Ja, hier is ook een wondje. Waarschijnlijk is het daardoor gekomen. Nou, ik had ook meteen weer. Het is inmiddels nog steeds kwart over. Dus we zijn niet heel opgeschoten met de tijd. Ik heb trouwens wel helemaal kastje opgeruimd, dus ik ben helemaal... Oh, pion weg. Hoi! Hoe is het met jou? Hoi, klein!
Ja, laat maar doen, hè. Ik weet niet of je erop kan, hoor, Tess. Het is een beetje... Ik heb wel een bolle buikje. Het is een bolle buikje, ja. In welk stalletje mag ze? Een lekker stalletje voor het kind. Ik weet het wel, het is een beetje kutte. Zo, kan ze eindelijk even plassen en even eten. Lekker hooi. Stro. Hi kind. Hallo schat. Welkom terug. Eerst plassen, ja dat dacht ik al. Dat hebben we heel lang opgehouden.